zelf al vrij lang dat er heel veel dingen niet goed gingen in dit land. Ik had mijn zaak verkocht, dus ik had eigenlijk tijd. Toen heb ik hem gewoon opgebeld. Toen hebben we een afspraak gemaakt. Dat was eigenlijk al gelijk. Je voelde van, ja, ik verkondigde hoe dat ik erover dacht. En dan zal hem wel aangesproken hebben al. En achteraf is dat wel gebleken, want toen hebben we heel veel gesproken. En ja, nou goed, er kwamen heel veel dingen. Ja. Ik dan uit de praktijk en Pim ook uit de praktijk, maar ook vanuit zijn intellectuele kant natuurlijk. En hoe ging die eerste ontmoeting? Ik schrok er wel een beetje van, want je ziet Pim op tv en dan zag je daar een sterk, zelfbewuste man staan. Maar was dat ook hier thuis? Of? Nee, dat was in Rotterdam, in dat gebouwde Kubus. Dat was net ter beschikking gesteld, zeg maar. Dat we daar, want er stond helemaal nog niks, was gewoon leeg. Maar ik schrok er met name van, omdat hij al een beetje heel moe uitzag. En dat hij gelijk al binnenkwam, omdat hij bedreigingen binnen had gekregen. Een witte poederbrief, et cetera. Want het was op dat moment, waren ze Pim echt door het putje aan het drukken. Omdat Herman, zijn eigenlijke chauffeur, het een beetje te veel begon te worden. Want ja, die man die was ook 24 uur per dag onderhand met het hele circus bezig. Dus. En daardoor is eigenlijk ontstaan dat ik Pim ben gaan rijden. Heb ik dat overgenomen van Herman, zeg maar, zijn eigenlijke chauffeur. En hoe lang heb je dat gedaan, dat je chauffeur was? Ik pak een beetje 4 tot 6 weken. Ja. En dat was bijna dag en nacht ook? Nou, dat was niet dag en nacht. Nee, we hadden gewoon regelmatig. Maar ja, dan crossen we door heel het land heen. Dus dan zit je uren en uren samen in die auto op een dag. Echt van 's morgens tot 's avonds ook. Als je naar Limburg moet of je moet naar boven toe. Of ja, het zijn elke keer toch flinke ritten. Plus de files uiteraard in dit land. Ja, dat waren echt gesprekken. Ik had ook nooit gedacht, ik dacht ook dat er een hele afstand zou zijn. Want je vindt jezelf natuurlijk dat je denkt, ja, daar kan ik niet in mee. Maar Pim was zo toegankelijk en zo makkelijk. Op een gegeven moment is dat van heel rustig. Nou ja, gewoon gezellige maatjes eigenlijk. Kijk, een vriendschap kun je niet over spreken in 3 maanden tijd. Maar voor mijn gevoel was het wel een vriendschap geworden. En ik denk andersom ook. Al pak alleen de laatste dag van zijn leven. Toen zaten wij net twee bouwvakkers met een grote familiezak chips langs de kant bij een benzinestation. Ja, zaten we net twee kwajongens een beetje te geinen, te grappen met zijn grote buil. En Pim had wat te drinken, ik wat te drinken. En in het programma waar we naartoe reden, als voorbeeld, ja, toen had hij stiekem aan Ruud de Wild mijn telefoonnummer doorgegeven. Dus op een gegeven moment ging mijn telefoon over. Ik wist helemaal niet dat er daarvan af. Dus ik zei, hallo met Hans. Hey, Hans, hier met Ruud de Wild. Dus, en ik hoorde het al over de boksen in dat gebouw. Dus ik zat verdomme in die uitzending. Maar ik denk, ja, dat had ik ook nog niet meegemaakt natuurlijk. Ik denk, oh, dus mijn bloeddruk ging allemaal omhoog. Ik ben allemaal aan het proberen of ik die stropdas van Pim kan krijgen. Maar hij geeft hem niet af. Dan hoor je op de achtergrond, ja, toen was het 5 voor 6, een kwartier voor zijn dood. Toen zei Pim van, Hans, niet doen, hè. Niet afgeven, Hans, niet doen, weet je niet. Maar dat was dan, ja, zo ontspannen en... Kijk, dat is ook een teken dat hij je erbij betrekt, dat hij volle vertrouwen in je hebt. Want anders, Pim was heel geniaal. Hij wist wel wanneer hij iets weg moest doen of naar hem toe moest trekken. Het was, ja, we kregen echt, het was echt heel weer vertrouwelijk geworden wel, ja. Ik hoorde knallen, 2 knallen, dus ik kijk omhoog. Ik zie Pim op zo'n rare manier in elkaar zakken. Dat is voor mij fout, fout, fout. En ik was natuurlijk in die tijd dat Pim zo aangevallen werd, werd er bij mij het gevoel alleen maar groter dat ik hem wou beschermen. Want ik zag wat voor onrecht die man werd aangedaan. Dus kun je je voorstellen dan een beetje misschien. Nou, toen ik zag in mijn gevoel, denk ik, fout, fout, fout. Toen kwam ik ook snel overeind. Toen ben ik ook ondertussen schoot hij van de G nog 3 keer. En toen keek hij ook mijn kant op. Zag je dat ik eruit kwam, draaide hij zich snel om, schoot hij nog per ongeluk een keer in de grond. Nou, toen zijn we achter elkaar aan gaan lopen. Wim Kok heeft nog nooit verantwoordelijkheid genomen wat er met Pim is gebeurd. Al had hij maar een persconferentie gehouden en gezegd van, hier zijn zoveel fouten gemaakt. Dat had hij ook nog wel kunnen zeggen aan 2 kanten. Ik vind dat er voor 80% aan hun kant fouten zijn gemaakt. En aan onze kant nog minder als
20, maar goed, laten we het dan zomaar zeggen, had ik dan genoegen meegenomen. Dan hadden ze in de wereldpers, hadden ze tenminste een reëel beeld gekregen van Pim Fortuyn. En in Spanje denken ze nu nog dat er een tweede Hitler hierop gestaan is. Ik wil 6 mei wil ik voor mezelf gewoon echt weer gewoon gas terugnemen. Ik heb de eerste maanden na de moord heb ik me bewust helemaal afzijdig gehouden van de media. Daarna had ik het gevoel van, ja luister, ze willen het weer zo snel onder het tapijt vegen. En de arrogantie en de minachting waarmee ze dat doen, zonder verantwoordelijkheid te nemen van wat ze achter hebben gelaten en wat ze die man aan hebben gedaan. Wil ik toch 6 mei in feite een bepaalde streep trekken. Dat ik ga proberen toch wel andere dingen in mijn leven weer te gaan doen. Maar ik denk dat het eigenlijk misschien toch nog wel als een rode draad om even door mijn leven heen zal lopen, denk ik. Op een of andere manier.